Een hele goede dag, dames en heren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Leslie Hoven. En jij hebt het kanaal Bros of Decay. En wat doen jullie precies? Wij maken urban exploring video's. We maken mooie documentaires van verlaten gebouwen in heel Europa. Hello guys, I'm Jordi. And I'm Leslie. And welcome to Bros of Decay. Today we are in a little cozy home of a farmer called Dave. Wij kennen elkaar van de YouTube Creators Dag in Amsterdam, een hele tijd terug. Als je hier op het ietsje hierboven klikt, dan kan je naar die video gaan en dan zie je wat we die dag eigenlijk hebben gedaan. Wij gaan vandaag samen een hele leuke video opnemen. We zijn namelijk samen naar de Action gegaan, zoals we je nu even laten zien. Ik ben nu in de Action en we gaan nu namelijk lekker een cadeautje kopen. En die cadeautjes die gaan wij kopen om aan elkaar te geven. Gewoon random cadeautjes van ongeveer 10 euro per totaal. En ik heb er nu 5 gepakt. Ik zal ze gewoon niet laten zien, want ja, dat is natuurlijk niet leuk. Straks zie je het allemaal. Nou, ik ben nu klaar met shoppen en ik heb heel veel leuke dingetjes gekocht. Echt heel veel leuke dingetjes gekocht. Die zien we straks wel even terug. Maar ik ben nu even aan het wachten op hem, want hij is nog niet klaar. En we hebben het apart van elkaar natuurlijk gedaan, want ja, anders is het niet leuk, anders zijn het twee cadeautjes en anders is het geen verrassing. Nou, we hebben dus allemaal leuke spulletjes gekocht bij de Action en we gaan dus elkaar nou verrassen als het ware. We hebben ongeveer 5 cadeautjes gekocht, je hebt er 6 gekocht, zoals jij al. Ik heb 6 gekocht, ja, ik dacht dat even eentje meer meenemen. Ja, precies, ik word hier gewoon kaart verwend. En dus ongeveer rond de 10 euro en we gaan even kijken wat we hebben gekocht. We hebben een klein verhaaltje bij elk cadeautje en het zijn allemaal random cadeautjes, allemaal onze cadeautjes ook. Dus laten we gewoon van start gaan. Ja, leuk. Zal ik beginnen? Ja, doe maar. Ik ga beginnen. Het eerste cadeautje die ik gegeven is eigenlijk heel simpel. We hebben namelijk allemaal gek op camera's, gek op camera-apparatuur. En daarom dacht ik, het is wel echt een super passend cadeautje. Het is namelijk een... Ah, oh, vet. Een Merk lens. Super vet. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dat is nou dus zo'n lens waar is een soort van lens idee ding. En daar kun je lekker drinken. Koffie drinken. Kun je lekker koffie drinken, inderdaad. Vond je camera er nog wel een beetje lelijk bij staan, dus ik heb een gebakje gekocht. Dit vind ik wel echt super vet. Oh, wat vet. Hij is ook echt helemaal echt, hè jongens. Echt helemaal echt. Hij blijft perfect staan voor de rest van de tijd. Oh, dankjewel man. Oh, ik vind hem echt vet. Ik ga hem gelijk op mijn... Ja, ik ben er geen decoratie. Ik zeg maar niks. Nee, ik heb inderdaad helemaal niks in mijn kamer staan, dat klopt inderdaad. Maar ik dacht, hé, hey, weet je wat, laat ik jou een scheetje kopen. In een miniatuur. Ik weet god niet wat het is. Ja, een plantje. Ik denk een plantje, waarvoor is het? Oh, ik zie het al, Het is voor thee te maken. Echt? Ja, tea time, staat er op. Time voor thee. Ik ga even optrekken. Hier thee in doen. Dat kan je niet. En ik drink al hard thee, dus dat komt wel. Oh, echt? Oh, super vet. Oh, ik wist helemaal niet dat het kon, joh. Ja, ik dacht, ik pak het gewoon letterlijk bij de Action uit zo'n schap en dan, ja. Ik ben net naar jouw toilet geweest en oh echt? Ik vond het wel een beetje bizar, dus ik heb jouw toiletborstel gekocht. Ja jongens, je krijgt alleen maar handige dingen. Ik woon op kamers en ja, op zich is het wel handig. Ik denk dat ik hier gewoon mijn C vandaag een beetje schoon ga maken, 100%. Jongen. Dat heeft hij niet. Ja, jongen. Ik vond jouw telefoon er nogal smerig uitzien, dus ik denk, weet je wat, laat ik jou gewoon een smartphone clean geven. Leuk. Nee, ja, niet echt natuurlijk, maar op zich is het wel best wel handig eigenlijk. Ja, gewoon zo'n raar klein doekje die je hebt. Tegenover jou heb ik alleen maar troep gekocht. Wauw. Ik vind dat je de rest van de video moet afhouden. Oh, deze ging sowieso... Deze... Wat? Kijk deze jongens, wat is dit? Die dan hier, hoppakee. Ik voel me nou echt een zieke drol. Oh, die vind ik ook. Ik zal hem meteen laten vallen. Ik vind hem wel echt serieus, echt super vet. Hij is vet, hè? Dit is wel goed voor de En dan kleine oortjes. En kleine oortjes. Hey, deze dan. Oh, je ziet hem niet eens, joh. Kijk hier op tegen hem. Kun je het kunnen zien? Kijk. Bam. Ah, heel vet. Heel vet. Ja, ik ga ze gaan ophouden, hoor. Boeit mij dat. Hey. Dan gaan we naar de laatste. Nee, grap.
Dit cadeautje was meer omdat ik dacht, jij woont nu op jezelf, we wonen samen met je vriend. En ik had zoiets van, nou weet je wat, laat ik jou gewoon dan volgens mij is het een kruidenstrooien noemen ze het. Dan doe je hier je kruiden in. Ik snap niet waar je in godsnaam dit voor zou gebruiken, want normaal gesproken koop je kruiden in een potje. Ja. En dan moet je dus die kruiden uit het potje, moet je in dit potje doen en dan kun je het in dit potje kun je strooien. Maar ja, ik denk dat is wel handig. Dus leuk voor op tafel. Super mooi. Echt fantastische kwaliteit. Het is best wel zwaar nog trouwens. Kijk, zo help je elkaar uit, jongens. Helping each other out. In het Nederlands, yeah. Lekker stoepje meegenomen. Oh, dit is chill. Dit is heel chill. Terwijl ik hou dus echt heel erg van snoep, hè. En ik blijf... Ideaal. Ik eet alleen maar snoep eigenlijk. Oh, fucking nice. Daar ben ik echt super blij mee. En met deze natuurlijk ben ik heel blij, hè. Wat is de eerste volgende feestdag die eraan komt? Ik weet het niet. Geen idee. Geen idee? Nee. Een christelijke feestdag die eraan komt? Goh, ik ben niet christelijk, dus... Pasen komt eraan. Ja, oh, Pasen. Pasen. Maar dat is nog even, dat is nog maart. Pasen. Ja, voilà, het ideaal. Ik had ook nog een cadeautje meegenomen. En dacht ik bij mezelf, weet je wat? Ik ga je schappies meenemen. Pluk It Game. Pluk de kipspel. Ja, ik weet niet, het ziet er echt niet uit. Maar blijkbaar is het zo, er zitten allemaal eitjes in. En het is op zich wel grappig, denk ik. Dus ik zou zeggen, alsjeblieft. Ik weet niet wat het is. Volgens mij is het een beetje hetzelfde als zo'n... ken je dat met die krokodil? Dat je met die tanden weg moet drukken? Ja, dat het een beetje hetzelfde is. Dat je dan een beetje hetzelfde idee krijgt van als je dat dingetje uittrekt, dat hij dan naar beneden valt of zo. Ja, kijk jongens. Ik zou hier bij Paas staan, ik denk, weet je wat? Een kippertje in. Super creepy, ook kipje. What the fuck? Super tof. Heb ik nog één laatste cadeautje voor jou? Hey jongens, ik ben nou heel benieuwd wat mijn laatste cadeautje wordt, hoor. Ja, jongen. Nou, kijk, ik op voor jou gekocht. Zo, die is eng. Dit is echt creepy. Zag hem staan, ik denk, ja, die ga ik gewoon meenemen. Dit dan. Wat een leuk stukje decoratie. Dit is gewoon een samenbal. Oké. Okay. Dus dit is zo'n ding die in de tuin zit dan ofzo? Ja, misschien als je ooit alleen gaat wonen en niet hebt een tuin. Ik denk dat ik gewoon hier beneden in een tuin gestuurd. dat zie je als ze binnenkomen lopen, dat ze kapot schrikken van de kikker die ineens aan zit. Ik woon natuurlijk met twee meisjes in het huis. Ja. Dus, of zou ik hem gewoon ergens even verstoppen, zo in een kamer ofzo? Of zo in een frigo. In de koelkast. In de koelkast. Zo, inderdaad, iedereen denkt, wat is dat, een frigo, man. België zeggen we frigo. Maar, ja, dankjewel, man. Super tof. Ja, ik vind het echt super toffe cadeautjes. Ik heb allemaal alleen maar leuke cadeautjes gehad. En handige. Wat vond jij van je cadeautjes? Ja, super tof. Ja, dan kan ik thee maken. Ja, dan kan je thee maken. Ik heb thee en je hebt een mug, ook nog eens. Ideaal. Ideaal. Nou, het past allemaal bij elkaar. Ja, dat was het dan. Ik vond het heel leuk om te doen. En misschien ga ik het wel vaker doen met andere YouTubers. Als je nou leuk lijkt dat ik het ga doen, knal natuurlijk even dat duimpje omhoog. Zeg even in de reactie beneden met welke YouTubers ik dat moet gaan doen. En waarmee jij denkt van, hey, of iemand anders, bij een andere winkel misschien. Ja, wil ik jullie eigenlijk allemaal heel erg graag bedanken voor het kijken. Check even het kanaal van Bros of Decay en jullie andere kanaal, weet je? Bros of Adventure. Maar als jullie op het kanaal zijn van Bros of Decay, kunnen jullie gewoon even naar rechts gaan en daar staat het gewoon tussen. Nou, kijk, ideaal. Check het even. En aan het einde van deze video staat natuurlijk ook een mooie ronde knopje van hun kanaal. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Bye. Hallo. Dit is de weertjes erin steken. Heel moeilijk. En dan moet je de eitjes erbovenop leggen en dan moet je de weertjes eruit trekken. En wie de minste eitjes gaat vallen, die is gewonnen.